Hallo, ik wil graag iets vertellen over de manier van werken bij de duurzame contracten die ik maak. Iemand die mijn methode onderzoekt van duurzaam contracteren zei: jij doet aan actiegericht onderzoek, action research, in goed Nederlands. Nou, het begrip was mij niet meteen bekend, maar ik ben er even ingedoken en inderdaad, dat klopt, denk ik. Mijn naam is Digna de Bruin, ik ben van de Rechtmakers en ik maak duurzame contracten, conscious contracting. Wat betekent dat actieonderzoek, actiegericht onderzoek? Het betekent dat wat ik doe is heel erg kijken van wat is hier nodig, wat willen deze partijen, deze organisaties met elkaar bereiken. En ik heb dan aan tafel mensen die veel van de inhoud weten. Dus ik ga heel erg naar de inhoud toe via deze mensen die dagelijks het werk doen en stel dan prikkelende vragen. En daar komen dan oplossingen uit, dingen die ze zouden kunnen uitproberen om tot betere resultaten te komen. Waarbij je dan ook op een andere manier kijkt naar regelgeving, hoe kunnen we de ruimte opzoeken en daar ga je mee aan de slag. En vervolgens kijk je ook van, nou ja, wat levert het op? Brengt het de goede dingen? En het is eigenlijk een voortdurend schakelen tussen verschillende niveaus. Het niveau van de praktijk naar wat is hier nodig en wat zien we dat hier nou eigenlijk gebeurt. Dus naar de meer analytische, de hoogoverlijn en dan weer terug naar de praktijk. En datgene wat werkt, dat kun je dan verder gaan toepassen. Dat vergroot je en wat niet goed werkt, dat laat je achterwege. Adaptief innoveren wordt het ook wel genoemd. En eigenlijk is het heel erg gericht op dingen doen zonder dat je al meteen weet welk effect gaat dat hebben. Je denkt gewoon, ja, volgens mij moet het in die richting zitten en dat bespreek je met de betrokken partijen. Daar komt die richting, hè, het oplossen van het probleem heeft vaak, hebben mensen toch wel een gevoel van, dit zouden misschien goede dingen kunnen zijn. En daar dan mee beginnen. Dat betekent ook dat je wel een bepaalde schroom moet overwinnen, omdat ja, het is niet al een uitgekristalliseerd iets. Maar dat is meestal zo als je aan de gang gaat met het oplossen van dingen waar we nu nog geen oplossingen voor hebben. Ik vind het zelf een enorm creatieve manier van werken en ook heel fijn omdat het concreet is. En je werkt dus als jurist of als procesbegeleider ook heel nauw samen met de mensen die dit in de praktijk moeten gaan brengen, waar ontzettend veel kennis zit, heel veel know-how en ervaring. En dat krijgt dan ook op die manier een plek in het contract. En heel vaak gaat het dan ook om projecten waarbij je dan zegt, nou, wat is de bedoeling daarvan en wat willen we onderzoeken en waar willen we, zeg maar, oplossingen voor bedenken. En dan vind ik dit een hele goede manier om dat te doen. Nou, tot zover. Ik zie je graag terug bij een ander filmpje.